Goedemorgen. Dit is het weerjournaal van weerplaza.nl. Veel bewolking boven de Noordzee, wat minder boven land. Dat betekent dat we vandaag vooral in de kustprovincies nu en dan bewolking gaan zien. Landinwaarts zal de zon vaker gaan schijnen en daar wordt ook de temperatuur wat hoger. Vanochtend de stevige wind, matig boven land, krachtig aan zee, en in het noorden van het land kan uit de bewolking een enkel spatje regen vallen. Vanmiddag loopt het kwik uiteindelijk op naar 20 tot 27 graden, is het overal droog, en blijft de wind boven land matig en aan zee krachtig. Vanavond en vannacht dan neemt de wind toe, dan gaat het uiteindelijk ook vanuit het westen regenen. De temperatuur vanavond en vannacht ligt nog tussen de 17 en 20 graden, maar zal morgen in de loop van de dag geleidelijk verder gaan dalen. Koude lucht stroomt over ons land uit, in de ochtend gaat dat gepaard met regen en aan zee kunnen dan ook zware windstoten voorkomen. In de middag ligt het kwik uiteindelijk op de meeste plaatsen nog maar op zo'n 15 of 16 graden. Zaterdag gaan we weer een aantal buien zien, af en toe schijnt de zon, maar er zijn ook droge perioden bij een graad of 16... Zondag dan is er wat meer bewolking en kan het regionaal nat worden als een depressie passeert. En ook dan kan het enige tijd aan zee stevig waaien. Na het weekend iets minder wind, maar de buien die blijven. Ik ben Wilfred Janssen voor weerplaza.nl.